Allemaal super leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe video. In deze video test ik wat nieuwe make-up uit. Ik heb dus weer een bestelling geplaatst bij Boost Shop. En dat ga ik dus in deze video uittesten. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal heb besteld. En of ik het fijn vind, blijf maar verder kijken. En heb je zin in deze video, doe dan je duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen met de video. En ik heb heel veel zin in. Ik hoop dat jullie er ook heel veel zin in hebben. En dan gaan we gewoon snel beginnen met deze video. Allereerst dus wel skincare gekocht. Ik ga het gewoon niet gelijk alles laten zien. Maar ik ga dus beginnen dus met deze oogcreme. En dit is van Revolution. Dit is de Nourishing Boost Nourishment Intense Avocado Eye Cream. Ik denk dat het een dupe is van de Kiehl's Eye Cream. Ja, ik ga trouwens even opzoeken wat het doet. Ik heb het er even bij gepakt. Want deze oogcreme heb je dus in 5 verschillende kleuren eigenlijk. Je hebt dus met een corrector eye cream. Je hebt dus een filming baked. Nou, ja, wacht. Ik ga ze gewoon echt allemaal gewoon even hier in het beeld zetten. Maar je hebt dus echt best wel veel. Je hebt ook eentje met komkommer, met watermeloen. Ze hebben allemaal een andere werking, zeg maar. En deze oogcreme moet dus een voedende werking. Geeft de huid onder je ogen een boost. Een toevoeging aan je beauty routine door een doordrenk met avocado. Rijk aan oliezuur. Rekent af met een droge, schilverige huid. Cruelty free en vegan. Dat is ook wel fijn, want het is dus niet op dieren getest. En ik vind, ja, ik ga even mijn haar even met een clipje eventjes naar achter gooien. Ik vind het best wel fijn dat het gewoon cruelty free is. En ook vegan, dat dan weet je zeker dat het gewoon niet op dieren is getest. En volgens mij in Europa testen ze helemaal niet echt op dieren. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik heb trouwens echt geen oogcreme nodig. Maar ik heb wel echt het idee dat mijn onderogen best wel, ja, gewoon wat droog zijn soms. Dus daarom ga ik het gewoon gebruiken. En het ziet er trouwens gewoon zo uit, een beetje groenig. En ik heb dus het idee, ik weet niet zeker, dat het dus een dupe is van een oogcreme van Kiehl's, wat ik ook in het begin van de video zei. Want die, het is een hele bekende oogcreme. En die is dus ook met avocado. En volgens mij, daarom heb ik deze ook gekocht. En deze is trouwens voedend. Deze is dus voedend. Dus als je echt een hele droge... Ik weet trouwens wel dat je dit dus gewoon moet gaan... Het voelt wel echt heel erg voedend aan. Wel, het plakt wel een beetje. Ja, ik kan trouwens nog niet in één keer zeggen of ik het fijn vind. Want ik kan natuurlijk niet met één keer zeggen van ja, ik vind het heel fijn. Dus ik ga het zeker gewoon langer testen. En trouwens, op de verpakking staat trouwens ook wanneer je het dus moet gebruiken. Want het staat dus een ochtendtekentje en een maandje. Dus voor in de ochtend en voor in de avond. Het voelt trouwens wel echt super lekker aan op mijn ogen. Dan heb ik dus ook een dagcreme gekocht. En deze is niet zomaar een dagcreme. Met SPF 30. En het is echt nu echt al heel de week gewoon echt zonnig weer. En elke keer heb ik dus geen SPF op mijn gezicht. En dat is super belangrijk om het dus wel te hebben. Dit is trouwens voor de normaal tot dry skin. En heb ik dus ook voor de vette tot olie skin, volgens mij, als ik het zo zeg. En deze ziet het. Ik vind het trouwens wel echt een hele mooie... potjes. Ik vind ze wel echt een beetje, ja, duur. Ogen ook weer niet. Maar het is niet zo, ja, goedkoop, zeg maar. Het is ook niet goedkoop. Dus ik ga deze gewoon lekker testen. Ik ben echt benieuwd. Ik heb echt hele mooie producten gekocht. En ik ben er zo... Oh, kijk, trouwens. Het is wel echt, volgens mij, echt een hele vettige crème. Want kijk, het is ook helemaal naar de andere kant gegaan. Want door het reizen natuurlijk, kijk. Zo zie je het. Ik ga dit... Wacht, ik ga het gewoon... Hier zit het gewoon op. Dus ik ga het hier gewoon pakken. Trouwens, ja. Ik ben echt trouwens wel benieuwd. Omdat kijk, ik weet wel echt... Als je bijvoorbeeld echt gaat zonnen of zo... Dan moet je het natuurlijk wel echt elke keer opsmeren. Het ruikt echt best wel lekker. Dus dat is echt een pluspunt. Ik ga het gewoon even uitsmeren. Trouwens, dit is dit voelt ook wel een beetje plakkerig aan. Maar dat is natuurlijk wel fijn voor de
foundation die ik daar ga testen. Net een primer aangebracht. Ik vind trouwens wel echt dat het wel echt heel fijn aanvoelt. Op je huid ook. Het plakt ook wel een beetje. En dat is dat is ook wel goed voor een foundation. Ik vind de oogcreme, ja, vind ik ook wel gewoon fijn. Ik kan trouwens nog. Maar ik moet dus de skincare dus langer uittesten voordat ik echt mijn mening kan geven. Dus dat ga ik ook zeker doen. Dus als je dus in mijn weekvlog wat meer gaat zien over deze twee producten. En ik vind ze nu echt top. Want zeker mijn ogen voelen echt al, ja, wat voelende aan. Dat is eigenlijk nooit echt zo. En ik weet niet hoe dat gaat dus met concealer dadelijk. Maar ik heb dus ook, een nieuwe foundation gekocht. En dat is namelijk deze van Wet n Wild. Het is de Photo Focus Foundation. Ik vind trouwens wel echt dat ze heel weinig kleur hebben. Want dit is de lichtste kleur. En zoals je ziet is dit denk ik niet echt mijn kleur. Want ik ben best wel wit. Ik ga trouwens even laten zien welke kleuren ze hebben. De nieuwste foundation van Wet n Wild is dus de Dewy. Dus het is een hele glanzende foundation. Ze hebben deze trouwens in maar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleuren. En ik heb dus Soft Ivory, dus dat is de lichtste. En in Amerika hebben ze dus nog meer kleuren. Ik snap eigenlijk niet waarom ze dat dus ook niet in Nederland doen. Want ik denk niet dat iedereen deze kleur gaat kopen, denk ik. En ik denk de twee kleuren is echt nog veel donkerder dan deze. En ik ben echt best wel licht. En ik denk dat deze eigenlijk best wel donker gaat zijn voor mij. Maar you see. Maar goed, ik ga me gewoon nu aanbrengen. Ik gebruik trouwens mijn beauty blender gewoon. Deze heb ik dus in mijn vorige video. Die ga ik dadelijk editen. Moet ik echt doen. Dus ik ben echt benieuwd. Want ik heb die andere nooit echt getest. Oké, deze gaat echt heel donker zijn. Dus trouwens een beetje. Ik denk dat deze een beetje dezelfde kleur is als mijn Milani foundation, denk ik. Maar ik ga hem gewoon opdoen. Ik zie wel of ik voor lul loop, want ik kom toch niet buiten. Dus wel fijn. Oh ja, ik ben trouwens weer vergeten om te schudden. Nou, top. Ik doe trouwens een beetje weinig, want ik wil niet dat ik echt een oranje iets ben. Ik vind deze echt trouwens echt een beetje lijken op die foundation van Milani. Wacht even, ik doe hem echt trouwens weer dicht, want dan ga ik even schudden. Ik vergeet trouwens echt altijd om te schudden. Dus dat ga ik even doen. Ik heb al van deze op mijn kop gesmeerd. Maar. Oh ja, trouwens. Ik heb trouwens mijn wenkbrauwen geverfd. Dat zie je dus in de weekvlog die er al online staat, denk ik. Ik vind trouwens wel echt een lekkere geur hebben deze foundation. Dat vind ik wel echt een pluspunt. Want sommige foundations. Die hebben echt zo'n rare geur, zeg maar. En dat vind ik echt niet fijn. Maar deze vind ik wel echt best wel. Ja, oké, hij is echt veel te donker. Dat wist ik eigenlijk al. Ik vind, ja, wat ik net al zei natuurlijk, dat ik vind het best wel raar eigenlijk. Dan gaat een merk zoveel kleur uitbrengen. Dan heeft Boostshop echt maar 6 kleuren ervan. En ik denk echt wel dat de andere kleuren die je in Amerika kan kopen en zo echt veel beter zijn voor mijn huid. Ja, om nou helemaal uit Amerika te bestellen voor foundation. Waar ik van. Ja. Jullie dat zien op de camera. Maar ik zie het wel. Ik glans echt heel erg. En ik weet dat het dus een dewy foundation is. Ik vind het trouwens wel echt een mooie glans hebben. En je hebt ook wel eens van dat als je het heel lang op hebt. Dat het een beetje van die zweterige. Dat het een beetje zweterig lijkt. Ik vind de kleur ook niet heel erg. Want volgens mij is het een beetje hetzelfde als in mijn vorige video. Dat het een beetje zo lijkt. Ja, het glans wel heel erg. Dan moet je gewoon van houden. Want ik heb zelf een droge huid. En dan vind ik het. Soms wel wat mooier als een foundation niet helemaal mat is. Video's kijkt van andere make-up mensen die video's maken op YouTube. Dan heb je deze poeder vast wel gezien. Dat is namelijk de airspun poeder van het merk. Hoe heet het merk ook weer? Ja, het is dus de airspun poeder. Ik vind het een beetje lijken op zo'n bakpoeder of zo. Ik weet niet, maar zo ziet het eruit. Ik vind wel echt dat ik heel erg glans. En ik vind trouwens wel echt. Ik denk dat gewoon door deze foundation komt dat ik echt heel erg glans. Maar ik heb het ook niet met mijn Born to Glow foundation dat zo erg glanst. Ja, ik vind het wel echt mooi uitzien. Mijn gezicht ziet er heel mooi uit. Maar ik ga dus nu even deze poeder uitproberen. Want hier zit echt maar liefst 65 gram in. Echt superveel. Ik vind trouwens ook wel echt een beetje zo'n goedkope verpakking hebben dit. Maar ik heb trouwens ook gezien dat het dus niet een flashback geeft. Zit trouwens ook deze erbij. Oh ja, trouwens, ik heb dus net deze concealer gebruikt van NYX. Dus de Born to Glow Foundation Concealer. Ik vind hem echt best wel fijn. Gewoon voor alledaags. En ik ga dit er even afhalen. Ik heb trouwens echt heel lang geen losse poeder meer gebruikt. Want ik gebruik dus altijd die van NYX. Alleen die is dus opgegaan. Ik heb die nooit meer
opnieuw gekocht. En ik gebruikte altijd een poeder van Catrice. Maar die vond ik echt helemaal niet fijn eigenlijk. Even kijken of ik hem hier moet openmaken. Ik denk het wel. Even openmaken. Dit ruikt echt best wel heel erg naar parfum. Echt heel erg. Ik heb trouwens heel veel over gelezen over deze poeder. En heel veel mensen vinden hem goed. Dus ik ben ook benieuwd of ik hem fijn ga vinden. Ik ga trouwens baken. Ik doe dat trouwens echt nooit. Laat even weten of jullie dat wel eens doen. Want ja, ik doe dat eigenlijk nooit. Oké, ik kom lekker veel uit. Ja, ik heb hem wel echt opengemaakt. Oh my god. Oké, jongens. Ik heb een beetje op in de dekster gekregen. Ik ga nu even trouwens die creasings er even uithalen met dus mijn Beauty Shop Beauty Blender. Ik heb trouwens even een andere Beauty Blender ook gepakt. Want misschien is dat niet goed als die nat is. Dus ik pak even een andere. Ik heb trouwens even deze en deze gewoon helemaal droog. Volgens mij kan ik echt meer gebruiken, maar ik mocht even wat meer pakken. Er komt echt bijna niks. Oké, nu is het beter. Nu heb ik wat meer. Ik vind trouwens wel dat het heel moeilijk uitgaat of het ligt aan mij. Maar ik heb bij geen één iemand zo heftig gezien dat iemand zo erg aan het kutten is met dit. Ik moet even trouwens mijn spiegel even wat beter pakken. Want ik vind trouwens een beetje deze geur een beetje ik herken deze geur ergens van. Want ik ging altijd vroeger, even way back, in de heel erg lang terug, ging ik dus altijd bij mijn oma slapen. En die had altijd zo'n hele kast met zeepjes. En daar vind ik dit heel erg op lijken. Echt zo'n zeepgeur of zo. Echt heel apart. Ik ga het even trouwens niet heel erg lang op laten zitten. Ik ga trouwens even die poeder ook even met een pas aanbrengen. Ik ben trouwens echt helemaal niet meer gewend om... Trouwens, nu ben ik wel weer helemaal mat. Dus dat is wel heel fijn dat je het gewoon heel makkelijk... Wow, die geur. Misschien, ik ben die geur gewoon niet echt gewend. Dat ik het daarom niet echt fijn vind. Maar ik vind trouwens wel echt... Dat deze poeder wel mijn gezicht helemaal mat maakt. Dat is wel echt heel mooi. Kijk hoe mat ik ben. Hoe mat ik net was. Hoe glanzig ik net was. En hoe mat ik nu ben. Echt ziek. En ik heb heel vaak het idee met foundations die heel erg glanzen. Dat mijn gezicht echt heel erg plakt ofzo. En dat heb ik met deze poeder nu ook niet. Yo, die glans. Ik bedoel... Oké, nu ga ik even off camera andere dingetjes doen op mijn gezicht. En dan kom ik zo bij jullie terug met een highlighter. Ik heb trouwens gebruikt voor dus mijn rest van mijn make-up. Ik heb dus dit palet gebruikt van NYX. Ik heb dus deze kleur gebruikt. Alleen dus mijn palet. Ik gebruik trouwens dit palet weer sinds kort. Omdat ik dacht van ja, dit moet ik gewoon weer eens gebruiken. Maar ik zag dit dus ook bij Sarah Marie. En ik gebruik dus altijd deze lichte kleur. En heel soms gebruik ik deze. Maar ik heb dus vandaag deze gebruikt. Dan heb ik dus een bronzer gebruikt van Ethos Cash Collection. En ik weet dat deze dus niet te koop. En ik laat wat zien wat dus niet te koop is. Maar ik ben nog wel echt op zoek naar een goede bronzer. Want ik gebruik deze, maar deze vind ik eigenlijk ook niet echt heel goed. Ik heb wel echt een hele erg pen geraakt, zoals je ziet. Maar als je een goede bronzer weet, laat me even weten wat jij een fijne bronzer vindt. Want ik heb heel lang die van... hoe heet die nou? Van Revolution gebruikt, maar die is ooit kapot gegaan. Die wou ik eigenlijk trouwens ook weer nieuw bestellen. Maar... Oh ja, trouwens. Als blush heb ik dus deze gebruikt van iHeart Makeup. Of ja, iHeart Revolution nu. Volgens mij hebben ze deze nog wel... Gewoon een blush. Ook, ik moet eigenlijk ook weer eens een nieuwe blush gaan kopen. Echt waar. Ik koop echt allemaal make-up, maar geen blush. Maar goed. Oké. Twee producten. Ik heb dus nog een highlighter en dus een fixing spray. En ik ben echt zo benieuwd naar deze highlighter. Ik weet niet, ik ben misschien echt heel laat met dit. Maar deze highlighter zie ik echt bij iedereen voorbij komen. Die ik dus kijk. Ik weet niet, volgens mij was het echt een trend. Deze highlighter is van oh ja. Trouwens, dit is een highlighter van Wet n Wild. Het is de highlighting powder in de kleur Blossom Glow. Een beetje een roze-achtige highlighter. Ik gebruik eigenlijk altijd normaal goudachtige highlighters. Eindelijk open gekregen. Het gaat er echt heel moeilijk los. Maar het is trouwens een stickertje. Dit is trouwens de highlighter. Ik vind het wel echt een hele mooie highlighter. Want ik gebruik normaal eigenlijk altijd een beetje roze. Ja, niet dit soort highlighters. Maar eigenlijk een beetje goudachtige highlighters. Ik vind het echt een hele mooie highlighter. Ik heb hier echt heel veel over gehoord.
Ik gebruik dus een Zoeva kwast in de nummer 134 Luxe Powder Fusion. Ik ga er gewoon een beetje in. Gewoon een beetje zo. Een beetje aftikken en dan gewoon even kijken. Oké, ik weet trouwens wel dat het een roze kleur gaat gaan zijn, zeg maar. Echt een hele mooie highlighter dit. Ik ben trouwens eigenlijk helemaal niet echt van de roze. Ik weet niet of ik... ja, ik vind roze wel mooi, maar niet echt bij alle looks, zeg maar. Want ik ga natuurlijk nu echt niet echt oogschaduw doen. Want ik weet niet wat mijn oog heeft. Dat zie je trouwens ook in de weekvlog die echt wel nice is volgens mij. Maar dan zie je dus ook dat ik dus ja, onzulke ogen heb. Ik denk dat dus door mijn micellair water komt. Oh ja, ik heb het net trouwens echt net achter dat ik trouwens mijn zicht helemaal niet heb gereinigd. Nou oké, lekker. Maar ja, ik vind deze highlighter echt mooi. Een lekkere glow ook aanwezig. Mijn neus doen. Ja, ik vind deze highlight wel echt mooi. Het is natuurlijk wel een roze glow. Ik weet niet of ze ook een andere kleur hebben bij Boshop. Want ik heb eigenlijk alleen deze gezien volgens mij. Maar volgens mij hebben ze ook andere kleuren. Maar ik vind hem echt heel mooi. Dus ik raad hem zeker aan. Dus dat. En ik heb dus als laatste nog een fixing spray. Dit is de I Heart Revolution Watermelon Dewy Makeup Fixing Spray. Dus ook een dewy. Ik vind trouwens wel echt, die poeder maakt je gezicht echt mooi mat. En hij geeft trouwens ook geen flashback. Heb ik trouwens net een foto mee gemaakt. Ik vind trouwens echt watermelon echt super lekker. Oh ja, trouwens. Er zat trouwens ook een masker bij. Maar die ga ik dus niet testen in deze video. Maar gewoon in de weekvlog, denk ik. Dus wil je dat zien, kijk dan zeker mijn weekvlog. Maar ik ga deze spray ook even testen. Ik vind trouwens wel echt... Oh, trouwens. Je hebt dus twee doppen. Lijkt van... Oh, hij ruikt echt zo lekker naar watermelon. Ik hou echt zo van watermelon. Zo zomers. Kijk. Nou, jongens, ik ga hem opdoen. Er komt echt een hele zoete geur vanaf, zeg. Heel zoet. Echt zo'n beetje zo'n viezige, zoete geur of zo. Dat is een beetje het idee wat ik heb hierbij. Niet echt watermelon als je dus snijdt, dat het echt zo'n lekkere geur heeft. Ik vind het een beetje... ja... deze geur echt lijken op de tandarts. Want ik heb heel lang heb ik daar dus zo'n bitje gehad. En dan moest je dus volgens mij een kwartier in je mond hebben. En dat was zo zoet. En daar ruikt dit naar. Daar ruik het echt heel erg. Er is ook nog een mascara die ik ook echt lang moet testen. En ik zeg het heel dat in een weekvlog dat ik het dus ga testen. En heel de tijd doe ik het dus niet. Dus ik ga het gewoon in deze video ook testen. Dit is dus de Maybelline New York Falsies Lash Lift mascara. Ik ben echt heel benieuwd of dit echt zo'n lash lift mascara is. Dus ben je benieuwd? Blijf verder kijken. Ik ga trouwens eventjes dit openmaken, want ik heb altijd ruzie met dit. Oh ja, trouwens, ik heb deze dus in de 1+1 gratis actie gekocht bij de Kruidvat. Ik weet niet of ze dat nu hebben of bij Ethos of zo. Maar anders, ik zou het echt gewoon met een actie doen, zeg maar. Want zelf 16 euro uitgeven voor één mascara zou ik niet doen. Want het is een keer. Het is eindelijk opengemaakt. Het is echt een hele lastige verpakking, vind ik altijd wel, van Maybelline. Maar dat maakt niet uit. Ik ga dus deze mascara nu testen. Het is trouwens geen waterproof mascara. Ik vind het trouwens wel echt een hele mooie verpakking hebben. Want ik vind het wel een beetje luxe uitzien dit. En ik ben echt zo benieuwd of dit mijn favoriete mascara gaat worden. Dus ik ga trouwens even dit spiegeltje gebruiken. Ga ik even deze mascara even openmaken. Oh ja, trouwens, dit is echt een heel fijn borsteltje. Ik denk dat het echt een beetje die mascara... Dit borsteltje doet me een beetje denken aan die mascara die ik toen testte. Ook in de video. Dat was die van NYX. Met een roze verpakking. Daar doet deze me echt heel erg op lijken. Ik weet niet of dat dezelfde is. Om de duwpen zo. Ik vind het om mijn onderwimpers al best wel mooi. Dus ik ga het even op mijn bovenwimpers aanbrengen. Deze mascara separeert je wimpers echt heel mooi. Kijk dan. Kijk. Mooi. Ik was echt deze mascara best wel fijn. Want mijn wimpers zijn ook echt mooi gewoon niet zo plakkerig bij elkaar. En dat doet deze mascara wel echt heel erg. Ook van Maybelline, niet kopen deze. Dit is de Less Sensational Luxious. Ja, dat is deze. Maar deze vind ik echt verschrikkelijk gewoon. Deze is echt heel slecht. Dus ik kan deze gewoon lekker gaan gebruiken. Ik vind hem echt heel fijn. Dus dat is zeker een aanrader. Ik heb trouwens een lipstick op van MAC. Dit is trouwens de kleur Faux. Ik ga trouwens mijn haar even
uithalen en even mijn oordeel over al die producten wat ik dus vandaag heb getest weer. Ik vind het trouwens echt super leuk om dit gewoon weer een paar keer per week. Nee, niet een paar keer per week. Maar gewoon een paar keer per jaar, per maand gewoon een beetje te uploaden dit. Ik vind het gewoon super leuk om dit gewoon allemaal te testen. Dus heb je ideeën wat ik echt moet testen volgens jou? Laat het gewoon even hieronder weten. Maar ik vind het echt super leuk om dit te testen. Kan over alles zijn. Kan make-up zijn. Kan iets met haar zijn bijvoorbeeld. Of iets anders. Laat het gewoon allemaal weten. Maar de eerste producten wat ik dus had getest zijn deze twee voor je gezicht. En wat ik echt al zei in het begin van deze video. Ik moet dit gewoon langer testen om te kijken of ik het wel fijn vind. Houd zeker mijn weeklogs in de gaten. Dan had ik natuurlijk de foundation. Deze foundation vind ik eigenlijk ook wel mooi. Ja, het is gewoon een mooie foundation. De kleur is ietsjes te donker, denk ik. Ik heb een beetje het idee dat het een beetje te donker is. Maar niet heel erg. Want ik vind als ik nu in de spiegel kijk, heb ik niet echt zo'n hele streep. Want dat had ik dus wel met die van Milani een beetje. Dat heb ik met deze niet echt. Dus deze vind ik wel echt heel fijn. Dit is trouwens wel echt, ik zou wel aanraden met deze wel echt een goede poeder te gebruiken die je goed mat houdt. Want deze is wel echt heel glanzend. En een beetje glanzend niet heel erg. Maar als je echt gewoon niet een poeder hebt die goed is, dan zou ik hem niet echt aanraden. Maar als je gewoon van een glanzend hout houdt, zou ik hem wel echt aanraden. Ik zal trouwens ook laten zien hoe lang die blijft zitten trouwens. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Deze poeder, ik vind hem fijn. Hij geeft dus geen flashback. Maar ik had dus net een foto gemaakt. Echt een hele lelijke foto, maar ik ga hem gewoon even laten zien. Hij geeft dus geen flashback, dus dat is heel fijn. Ik vind de geur echt heel erg ruiken naar zeepjes van mijn oma. Een beetje. Dat is wel een beetje dat is wel een beetje apart. Want dit heeft ook echt zo'n geur van een bruisbal of zo. Dat is een beetje het idee hiervan. Maar ik vind hem echt heel fijn. Hij geeft gewoon goed mat. En hier zit echt heel veel in. Dus je moet gewoon wel tegen de geur kunnen. Highlighter vind ik ook echt een hele mooie glow. Het is wel een beetje rozig. Maar ik vind het wel echt een hele mooie highlighter. Dus deze raad ik je zeker ook aan. Ja, de fixing spray. Ja, ik weet niet echt. Hij sprayt goed. Maar die geur is wel echt heel erg. En het is echt gewoon niet. Ja, het is niet echt heel. Het is echt heel zoet. En ja, als je ervan houdt, is het fijn. Het is, voor de rest een goede spray. Hij is gewoon een goede spray. Maar ik vind gewoon de geur wel echt heel erg. En het is gewoon heel zoet. En het is niet echt. Het is echt het vieze zoete geur, zeg maar. Dat komt er vanaf. En ik vind eigenlijk watermeloen vind ik verder echt heel lekker ruiken. Maar dit is echt zo'n vieze watermeloengeur. Ja, ik twijfel een beetje om dit aan te raden. Want hij is goed. Maar de geur is echt heel heftig. Dus als ik de geur zou omschrijven, zou ik hem niet halen als ik jou was. Maar als je gewoon houdt van een goede fixing spray, is hij al op zich wel goed. Ik ben 2 uur klaar met mijn make-up. En het is dus nu 4 uur, 2 uur later. I know, het is misschien een hele vroege check-up. Maar kijk, mijn make-up zit echt nog helemaal mooi. Ik heb trouwens wel het idee dat er een haartje of zo in mijn oog zit. Misschien heel raar. Maar ik had net mijn konijn gekamd. En die heeft nogal best wel van het zachte haar, zeg maar. Dus dat kan misschien in mijn oog zitten. Maar echt, ik vind dit zo mooi. Gewoon ook echt hoe die van deze zit en zo. Ik denk wel echt wel dat het. Oké, ik heb hier echt een beurtje trouwens. Die heb ik echt niet goed bedekt. Maar dat komt gewoon door mezelf. Wel dom misschien. Maar echt, die mascara ook. Kijk mijn wimpers dan. Kijk. Dus dat. En ik kom dadelijk weer terug als het 8 uur geleden is of zo. Ik ga mijn batterij om. Van deze zit dus nu 10 uur op mijn gezicht. Het is echt belachelijk lang gewoon. Echt heel erg. Goed, ik vind echt dat het er nog heel mooi uitzien. Want ik zou echt zelfs nog gewoon naar een feestje kunnen nu. En ik heb trouwens net wel op de bank zo gezeten. Dus het is misschien aan deze kant misschien. Of aan deze kant was het. Aan deze kant iets meer eraf. Ik heb trouwens ook een paar keer mijn neus gesnoten. Dus daar is het ook een beetje van af. Dus dat is een beetje de enige plek. Maar voor de rest vind ik mijn gezicht echt heel mooi. De close nog steeds. En ik raad zeker deze vaneus gewoon aan. En ik vind hem echt heel fijn. Ik ga hem zeker gewoon langer testen. En ik ga trouwens even in de andere. Gaat beter? Zie je dat beter? Wat ik net al zei. Ik heb alleen maar mijn neus gesnoten eventjes. En ik heb even zo gezeten. Omdat ik zit zo altijd op mijn. Ik zit zo altijd op de bank, zeg maar. Dus dat. En ja, het is een beetje hier ervan af. Maar zit echt perfect nog op. En ik heb trouwens deze primer gebruikt van NYX. Dus de High Gloss. Maar dat is. Dus ja. Dus dit was mijn haartest. Heel mooi. Echt, I like them. Kijk, die glow. Zie je nog steeds echt heel goed. Dus ja. Dit was dus dan weer de video. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker je duimpje omhoog. En laat zeker weten of ik dit weer vaker moet doen. Maar ik vind het echt heel leuk om dit soort video's te maken voor jullie.
En zeker nu omdat we allemaal thuis zitten en zo, kan ik lekker gaan make-uppen en zo. Dus vind ik ook echt super leuk. En ja, dus vond je deze video leuk? Doe dan je zeker een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, kan het hier beneden. En ik zie je snel weer bij mijn nieuwe video weer op woensdag en zaterdag weer met een nieuwe video. Dus tot snel weer dus. Doei doei!